Euripides Electra, vers 1 tot en met 63, waarvan 1 tot en met 53 in vertaling. Euripides heeft rond 415 voor Christus de tragedie Electra geschreven. Deze gaat over de gebeurtenissen rond de moord op Clytemnestra en Aegisthus door Electra en Orestes, twee kinderen van Clytemnestra. De tragedie begint met een lange monoloog van De Boer, waarin de aanleiding en de huidige stand van zaken wordt verteld. De boer vertelt eerst over de dood van Agamemnon door de list van Clytemnestra, maar uitgevoerd door Aegisthus in vers 9 en 10 zegt hij dit. Daarna verlegt hij zijn blik naar de kinderen, Orestes en Electra. Orestes was al jong door de oude verzorger van Agamemnon naar Strophios in Phocis gebracht uit veiligheidsoverwegingen. Aegisthus had Electra willen doden uit angst voor haar nakomelingen. Clytemnestra had dit voorkomen en ze was uitgehuwelijkd aan de boer. Hij had wel een adellijke afkomst, maar was arm. Daardoor zouden eventuele nakomelingen minder bedreigend zijn. De boer had Electra echter niet aangeraakt. Ze was nog maagd. Hij was haar namelijk niet waard. Door deze monoloog krijgen we een beeld van de situatie en een karakterschets van enkele personages. Na de monoloog van de boer begint Electra te spreken in vers 54 tot en met 63. Electra begint met de aanroep van de nacht. O, die zie je vaak bij een vocativus, nux melaina. Een vocativus enkelvoud, o, zwarte nacht. Trove is ook een vocativus, betekent voedster. De uitgang E is de uitgang van de vocativus van woorden op os. De genitivus erbij is gruzeon, gelijk aan gruzoon, astroon, voedster van gouden sterren. En ei leidt vervolgens een betrekkelijke bijzin in. Hij is het betrekkelijk voornaamwoord, het antecedent daarvan is nux. Dus allebei vrouwelijk enkelvoud. In de welke, waarin? Tot de angos, dat is deze kruik. Todde wordt vaak gebruikt voor iets dat onmiddellijk in de buurt van de spreker is. En dan zie je ook weer toi de karai, hoort bij elkaar aan de kleur goed te zien. Op dit hoofd, fv draion is een participium. Participium praesens, actief enkelvoud onzijdig, congrueert met angos. Deze kruik staand, tooi de karai op dit hoofd. Volgens gaan ze verder met ferusa dragend. Dat congrueert met het onderwerp van het werkwoord met ergo mai ik. Ik dragend deze kruik daarbij, tot de angos is daarbij het leidend voorwerp. Pegas potamias is dichtelijk meervoud. Ga ik naar waar je naartoe gaat, staat in de actives naar de bronnen van de rivieren, maar dichtelijk meervoud naar de bron van de rivier. Voor het publiek is het nu duidelijk dat ze dus een lege kruik op haar hoofd heeft en ze weten nu waarom dat is, om water te halen. Ze moet nu nog een veronderstelling tegenspreken, udeti, volstrekt niet. En dan is ijs. S is gelijk aan ijs en het staat tussen de woorden waar het bij hoort. Grijas tot zonde, naar zoveel van nood in zo grote armen, volstrekt niet in zo grote armen. Avic menae. Een participium weer, nu participium perfectum, geeft een toestand weer. Vrouwelijk nominativus enkelvoud bij het onderwerp ik van metergomai gekomen zijnd. Ze wil hiermee ontkrachten dat ze geen slavin kunnen permitteren en een deel van haar ellende doet ze dus zichzelf aan. Maar als het niet uit noodzaak is dat ze water gaat halen, waarom gaat ze dan wel water halen? Hier geeft ze als reden al, geeft hier de tegenstelling weer en vervolgens hubrin. In tragedies ontbreekt vaak het lidwoord. Hubris is hoogmoed, machtsmisbruik en in dit geval spreken we van hubrin aegisthou, machtsmisbruik van aegisthou. Hoos plus een conjunctivus. Dijksomen is een conjunctivus. Hoos plus een conjunctivus geeft een doel aan te vertalen met op dat of om te.
maar opdat wij tonen, dijksomen eerst persoon meervoud, de hubrin, de hoogmoed, machtsmisbruik, toe aegistu van aegistu, en aan wie het toont staat in de dativus, theois, aan de goden. Dan pakt ze haar vrouw van vers 56 weer op, ik ga water halen, goos te, te achterwoord is hetzelfde als kai en ervoor. Dus ze gaat water halen en afi em, de jota is hier weggevallen. En ik schreeuw uit, wat schreeuwt ze uit? Goos, jammerklachten, schreeuw ik uit. En dan staat weer S, ijs, tussen de woorden waar het bij hoort. Naar de Aetera Megan, naar de grote hemel, naar de hoge hemel. En dan staat er met een dativus voor wie ze dat doet, voor mijn vader. Vers 60, Gar, geeft aan, geeft de verklaring waarom ze weeklachten uitschreeuwt. Want de Hepanoles, de vervloekte Tundaris, Tindarische, de dochter van Tindaros. En dan Meter Eme, mijn moeder. Hier wordt voor het publiek waarschijnlijk pas duidelijk dat deze persoon Elektra is. Door haar kleding, haar handeling, het water, de lege kruik op haar hoofd en de haardracht was ze waarschijnlijk niet herkend als prinses, als koningsdochter. Clytemnestra is de dochter van Tindarus, de Tindarides van Tindarus en Leda. Helena is haar halfzus als dochter van Leda. Ze hebben dezelfde moeder, maar een andere vader, want Helena's vader is Zeus. Nou, die vervloekte Tindarische, ex Ebale, vers 61, heeft verbannen, heeft eruit gegooid, me, oikoon, heeft mij uit huis gegooid. Garita, die te mene, een participium, presens, het onderwerp daarvan is haar moeder, een plezier doend aan Posei, aan haar echtgenoot, en daarmee bedoelt zij Aegistos. Elektra zegt hier dat ze door Clytemnestra uit huis is gegooid en daarmee Aegistos een plezier doet. Dit in tegenstelling wat de boer heeft verteld. Hij zei namelijk dat Clytemnestra juist Elektra van de dood had gered. Aegistos wilde haar namelijk vermoorden, als we vers 25 tot en met 34 moeten geloven. Elektra gaat nog een stukje verder. Niet alleen heeft zij haar uit huis gegooid, maar ze heeft ook Tegusa, nadat zij gebaard heeft, een participium aoristus van Ticto baren, nadat zij baarde, alus paidas, andere kinderen, aegistoi para, hier staat het voorzetsel in postpositie. Het voorzetsel staat achter de woordgroep waar het bij hoort. Eigenlijk hadden we para ervoor verwacht. Bij Aegistos heeft ze dus andere kinderen verwekt. En daarmee poieitoi, en ze behandelt. En daarbij staan twee accusativi. De eerste is par erga, de alfa is weggevallen. Ze behandelt als bijzaken. De tweede accusativus is orestin kame. Kame is een geval van krasis. Kai eme moet je lezen. Als bijzaken behandelt zij Orestes, Kai eme en mij, Dormoon, een genitivus meervoud als het van het huis. Krasis is trouwens sterk goed te herkennen aan de Koronis. Het is een samensmelting van twee woorden tot één. En de Koronis is een, eigenlijk een spiritus Asper of Lenis, halverwege het woord.